Een zeer, zeer, zeer goedemorgen allemaal. Welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Tim de Remes. Haar naam is Bea. En we zitten aan de ontbijttafel. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren. Vergeet ook niet op het belletje te drukken. Dan blijven jullie op de hoogte wanneer er een nieuwe video is geüpload. Ik ben lekker een sandwich met oh, heerlijke siroop aan het eten. Dus niet dat wij in quarantaine zitten. Ja, we zitten niet echt in quarantaine. We mogen nog altijd gaan wandelen, gaan fietsen, noem maar op. Maar dat zal vandaag niet het geval gaan zijn, want het is redelijk slecht weer. En smaakt het schat. Dan is het goed. En wat zit er tussen jouw sandwich? Kippenwit. Maar welke kippen? Wacht, zeg jij het, want ik kan het niet uitspreken. Kippenwit met tuin. Kip, roulade en tuinkruiden. Dus, smakelijk, schat. Smakelijk, lieverd. Dankjewel. Maar mensen, maakt er iets leuks van deze dagen. Ik heb ook al positieve nieuws gehoord dat eindelijk de mondmaskers zijn aangekomen. Joepie! Hè? Ja. Hopelijk worden die snel verdeeld ook onder de burgers. Dat we dan zo de virus kunnen aankaarten en tegenvechten. Dus ik zie jullie zelfs allemaal. Yo! Oh, als het gisteren nog niet genoeg was met het applaudisseren, gaan we het er vandaag opnieuw doen. Mijn witte laken hangt ook al buiten. Toppie. En ja, ik volg alles ook klein beetje op de voet ook op. Van het rijden en zeilen van ja, de virus. Ik heb toch niks anders te doen. Ik ga hier dan nog zelfs zo wat verder opruimen. Mijn schatje gaat ermee helpen. Goed? Grapje. Hoi schat. Hoi. Lig je weer al goed? Ja, te goed. Te goed. Maar om 11:55 te raden, om eens even gaan applaudisseren. En dan ga ik ook wel een klein beetje even filmen. Daarom dat ik even op zoek ga naar mijn houderke. Dan kan ik mijn gsm ook op een houderke zetten. Maar ik ben aan het denken, waar heb ik die kunnen leggen? Ik zie nog even in mijn auto. Dat van wel. Dus ik ga eens in mijn auto kijken. Dus ik ga mijn schoentjes al aan doen. En ik ga naar mijn auto toe. Voor te kijken als het daar niet ligt. Even kijken of dat hier nu dus niet eens ligt. Mijn schoenen, mijn kleren. Mijn tuut. Mijn tuut. Ze weet waarover dat ik het heb. Was dat niet de uwe? Ja, dat was de uwe, ja. Ik ga mijn jas ook al aandoen. Even kijken hier. Mijn bureau, misschien kan die hier nog wel liggen. Ook niet. Nee. Dan moet hij sowieso nog in een auto liggen. Dus dan ga ik dat even gewoon gaan halen. Ga ik alles klaarmaken voor de applaus om. Ja, zo mensen, het is weer op bijna 12 uur. En ja, mijn witte laken hangt dus ook al buiten. En ja, ik heb ook weer op mijn voorzorgs materialen genomen. En dat is ja, en dan doe ik het dus voor mijn mond. Ik weet, bij mijn ouders ligt er een mondmasker klaar.
Dus die ga ik ook hoogstwaarschijnlijk straks ook gaan halen. Dat dat ook iets gemakkelijker is ook voor mij. En dat ik ook zo kan gaan winkelen. En ook als het nodig is naar de apotheek gaan. Meer verplaats ik mij ook niet. Ik verplaats mij ook zelfs niet naar mijn moeke toe. Ik verplaats ook mij niet naar Chris toe. Hoe ontzettend, maar ook hoe ontzettend dat ik ook zelfs Chris mis. Ik heb zelfs ook geweend deze morgen heb ik geweend. En daar kan ik er niks aan doen, omwille van... We weten niet hoe lang dit allemaal nog gaat aanhouden. Hoe lang dat onze vriendschap hier gaat onderlijden. Maar ik weet sowieso... Chris, ik heb je heel graag. Ik mis je ook ontzettend heel veel. En... ja... Het doet toch wel iets met een mens. Het doet echt iets met een mens. En... dus je, ja, om je omhelzing en al dat we samen naar de, iets konden gaan drinken, samen een natuurwandeling kunnen maken. En als het zo gelijk slecht nu weer is, dat we eens ergens iets konden gaan doen. Ergens een binnensportje of zo. Voilà, bij deze. Maar ik heb nu wel geen tweede uur werk aan. Dus ik hoop dat ik zelfs toch ergens ook een applaus hoor. What the fuck? Allee, het is 12 uur blijkbaar, dus we gaan eens even applaudisseren. Dus mijn geburen doet dus ook echt mee met het applaus, dus daar ben ik wel echt heel dankbaar voor. Dus ja, welkom bij Cycle TV, hè. Mensen, meer applaus, meer witte laakjes buiten, kom aan, en dat moet ik echt goed doen. En die mensen zo kijken naar mij. Dit is ja. Ongelooflijk, ja. Die moesten allemaal zien worden. Voilà. Daar hebben we gebeuren gelijk het. Allee, ik zie jullie zelfs allemaal weer al terug. Zoals je het hebt gezien, hebben er sommigen toch wel meegedaan ook met de witte lakens uit te hangen hier in de Begonialaan. Daar ben ik wel blij om. Oh, schat, het is hier beter. Hier is het lekker warm, hè? Ja. Oh, dan mag dit weer al uit. Oh, mijn neus weer al jeukt. Maar die opmerking van... is echt niet... Nee. Dat was echt geen normale opmerking, hè? Nee. Want elke verzorgkundige en verzorgverlener, die moet nu een hart onder de riem gestoken worden, hè? Ja. Maar ja, wij hebben toch meegedaan. Hè, schat? Ja. En daar hangt nog altijd mijn witte laken. Dus ik laat die nu ook uithangen tot 7:55. En zie je eens hoe blij dat ze is? Nee, dat mogen we niet zien. Allee. Oh, sorry, ik heb de lach, kijk. Blijkbaar, schat. Blijkbaar. Wat? Niks. Ze weet ook niet wat ze moet doen. Want wij vervelen ons hier te... letter. Goed gezegd. Zo, wat doen we op deze coronatijden? Ja, ik ben hier nu heel zwaar aan het opruimen. Ik ga ze bieden. Ik ga ook in een timeslap gooien hoe ik hier aan het opruimen ben.
Ik ga ook deze kast ga ik hier helemaal eens leeg plunderen en alles ook een stukje sorteren. De afwas doen. En dan s'avonds is het lekker hottigstijd. Dus, en ik ga dus naar All of the 90s top 500 weer luisteren. En die komt ook wel. Ik ga daar proberen weer een lijst van klaar te stomen. Want ik heb nu toch tijd zat voor op mijn website te gooien. Voor de coronatijden en al. Het slaat op mijn vermoeidheid. En ik ga hier dus voor de bevolking jammer genoeg stoppen met op de hoogte te houden. Maar ik probeer wel de kaart elke dag wel op mijn fanpagina te plaatsen op Facebook. Hoe het staat met de coronavirus. Jammer genoeg gaan we ook... Ik neem op met high quality. Dus 1080p. Maar, omwille van de coronatijden gaat deze kwaliteit ook naar achter. We gaan naar 720 points. Dus om bandbreedte te besparen voor ook nog voor andere gebruikers niet moeilijkheden te maken bij deze. Ik ga jullie nu laten. Ik ga nu opruimen. Dus enjoy van de timeslap. We'll be right back.
Zo, ik heb hem wat schoongemaakt. Ik ga even proberen een ander kabelje voor het open te zetten van mijn knopbestanden. Wat gaan we s'avonds nog allemaal doen? Ik ga even mijn televisie op wat stellen zetten. Dus daar ben ik niet momenteel mee bezig. Voilà. Dus ik heb hier wat opgeruimd. Dus ik heb heel die kast heb ik eens opgeruimd. Toppie. De volgende is hier de living, de keuken op te ruimen en nog eens te kuisen. Dan gaan we over naar de volgende dag. Dan gaan we de slaapkamer doen, ook opruimen en kuisen. Dan pak ik ook nog in één keer de badkamer mee en in één keer de wc. Voilà, bij deze. Dan weten jullie dat. Ik ga nu terug verder luisteren naar All of the 90s. S'avonds is ook met een schat terug wakker. Dan kunnen we zelfs ook nog lekkere hotdogs eten. Dat staat ook nog op het programma. En mensen, je mocht ook nog altijd een shout-out doen. Ik heb iets leuks ook bedacht. En dat staat online op Facebook. En dat wil ik jullie ook wel eens even voorlezen. Want daar kunnen jullie als kijker ook aan mee helpen. Ik zal dus even bovenhalen. Wil je een mooi filmpje maken tijdens deze coronatijden? Maak een leuk tekening of een tekst. Scan die in of stuur die op naar mijn thuis of kom het in de brievenbus steken. Mijn adres laat ik voor één keer openbaar gemaakt. Dit is Begonialaan 16 bus 004 3570 Alken, België. Wil er mee van start gaan maandag 23 maart 2020. Deze wil ik dan online krijgen tegen dinsdag om 14 uur. Het is een leuk idee om je bezig te houden tijdens deze coronatijden. Bij deze weten jullie dat ook. Maar als zo gelijk jullie als kijkers, als er ook nog aankomen op maandag of tekeningen op dinsdag of op woensdag of op donderdag, dat is ook nog altijd welkom. Dan maak ik daar ook opnieuw filmpjes van. Hoe meer leuke post dat ik kan ontvangen, hoe mooier dat ik ook beelden kan maken en een filmpje daar rond kan maken tijdens deze tijden. Ik wil jullie ook maar gewoon wat bezighouden, dus daarbij. Ik ga nu ook nog subiet mijn videokanaal beginnen te renderen en dan, zelfs nog wat tv kijken en dan begint het weekend. Het weekend is al eigenlijk al voor mij 2 weken bezig. Ik zit al 2 weken thuis door de corona. Want wij werden als eerste al hard getroffen in de sector. Dus tegelijk in BWL Sint-Truiden, 2 weken geleden werd daar al economisch wijkloos al gezet. Toen was hij hier nog niet zo fel bezig, citra. En dan deze week ben ik gewoon ziek gevallen omwille van mijn schouder. Kan gebeuren. En en volgende week en de weken daarop, hoe lang ga ik hier nu nog thuis zitten? Dat is de vraag. Dus ik ga het even hier beëindigen. Wat vinden jullie al van mijn kast? Die is toch goed opgeruimd, hè? Mensen, echt waar. Wauw. Ik vind het al veel beter en veel opgeruimder uitzien. Het probleem is, je mocht die ook niet begeven naar containers, had ik gehoord. Dus naar containerparken zijn toe. Daar wou ik dan ook nog kleren gaan bezorgen. Maar dat zal voor na de coronatijd zijn, hè.
Nu is ook de vraag, wordt het huisvuil, wordt dat ook nog opgehaald? Ja of nee hier in België? Laat het onder in mijn reacties weten. Want ik weet ook niet echt alles. Ja. Dus ik ga jullie nu laten. Ik zie jullie allemaal morgen terug. Goed, fris en wel. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. Vergeet hier ook niet op het belletje te drukken. Dan blijven jullie op de hoogte wanneer dat er een nieuwe vlog online gaat komen. Er gaan nog redelijk wat vlogs online komen daarbij. Fuck, ik moet mijn laken terug te gooien hangen. Ja, dat is voor de zorg. Dus mensen, ook mijn kijkers, hang alsjeblieft witte lakens uit uw raam voor een hartje onder de riem te steken voor de zorgsector. Ik moet even dat gaan verplaatsen. Ja, mijn bowling. Mijn bowling ligt nu ook stil. Dus ik ga binnenkort ook terug bowlingen. Dus Olympia, bereid u maar voor. De number one of Belgium gaat helemaal terug beginnen met bowlingen. Ja, ik heb 3 jaar nummer 1 gestaan hier in België. Qua bowlingsport in bepaalde categorie. Maar ik weet niet meer juist welke categorie. Allee. Zoals de laken nog een keer eens de goeie hangen. Ik hoop dat ik er aan geraak al zo. Nee, dus mijn stoel moet nog weer opgeplaatst worden. Sorry onderburen dat er weer al wat gerumoer is. De ganse tijd. Voilà. Dan kan ik daar ook wel aan. Zie dus. Voilà. Oei oei. Oei oei. Oh fuck. Hoe is dat hier? Die gewaaid? Hup hup hup. Voilà, het hangt terug te groeien. De witte doek hangt weer al uit. Om 8 uur ga ik terug opnieuw buiten. 5 minuten applaudisseren. Maar dat ga ik wel niet filmen. Maar ik ga het wel doen. Bij deze weten jullie dat ook. Tot morgen. Yo.